Marianne kan ook alleen maar verliezen. Ze hoeft in principe niks meer te bewijzen. En als ze nou een beetje rond blijven rijden van... Ja, verspek en boon, ja, daar werkt bij haar niet. Die drive die moet er zijn en dat, ja, dat brengt ze weer op het niveau. Het was ook gewoon niet realistisch om op het niveau waar ik ben geweest, ook vorig jaar bijvoorbeeld had. Ja, dan weet je wel dat het ergens zit, maar was het op dat moment niet realistisch om te denken dat ik voor een titel zou kunnen gaan. Dus ja, dan is het wel een stap om dat wel te kunnen. Thuisrijden is denk ik inderdaad alleen een echt voordeel op het moment dat je echt goed in orde bent. Op het moment dat je je minder voelt, is het misschien juist een nadeel. Want dan krijg je dan voelt de druk als negatieve druk. Maar ik vind het nu wel heel lekker. Ik ga voor de winst, maar of dat het gaat lukken is natuurlijk een tweede. Maar ik voel het heel goed en het is gewoon super lekker om zo te kunnen koersen. En inderdaad dat gevoel terug te hebben van ik ga ervoor. Gewoon vanuit je intuïtie te kunnen koersen, dat is het mooiste wat er is. En daar krijg je ook vertrouwen van. En, hoe is die? Snel. Snel? Ja. Dus, begin dan wel? Ja, je moet wel mee zitten met het begin, want anders kom je er niet meer bij, denk ik. Maar... De camper is dan toch gewoon het moment dat je even na het inrijden, zoals nu hier komt, rustig kan omkleden en je voorbereiding kan doen. Ik weet wel dat mijn ouders en mijn broer er altijd zijn. Maar het is niet zozeer dat ze er fysiek moeten zijn, dat de camper erbij moet zijn. Absoluut niet. Want ze zullen er ook voor me zijn als ze aan de andere kant van de wereld zitten voor de tv. Deze maar uitzetten, denk ik. Het is gewoon altijd wel een stabiele factor. Een thuisfront wat meereist. Gelukkig hebben ze er zelf ook heel veel plezier aan. En dat vind ik misschien nog wel het allermooiste. Dus niet zozeer dat het voor mij in de wedstrijd een extra geeft. Maar als je met z'n allen die wedstrijden kan beleven. En dat al zo lang. En dan ga je ook wel steeds meer waarderen. Ja, en iedereen heeft ook een rol. Ja, mijn vader is vandaag mechanieker. Mijn moeder is mijn verzorgster. En mijn broer die is hier vanaf vanochtend vroeg al bezig om zijn foto's te maken. En ja. Heeft daar zijn werk in gevonden, dus dat is wel heel mooi om te zien. Zo, schoen is schoon. Ik ga dadelijk naar de post, gelijk naar de post. De Gerb is al bij de start. Nu nog niet, toch? Nee, we hebben nog even. We hebben nog even. Ja, een aantal is allemaal bezig. Die is nou bij de onder 23, hè. Neem je de zenuw al toe, Henk? Of, Ja, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Ja.
Ja. Dat verdwijnt niet met al die jaren. Nee, het is iedere keer weer bijzonder en nee, het is niet vanzelfsprekend. Kijk, sportief is een ander verhaal. Dat kan sterker zijn en daar heb ik geen. Maar als er iets niet helemaal in de hand hebt, met eventueel ja, materiaaldefecten of. Meer de angst dat er iets gebeurt wat je niet in de hand hebt, dan vanwege het resultaat. Van de andere kant maakt dat mooi. Dat is, voor de sport is dat mooi natuurlijk. Ja. Toen Marianne de eerste keer lek reed, ze had eigenlijk al een hele poos gereden. Totdat er echt iets gebeurde. En Marianne reed in een wedstrijdje steeds als eerste langs de eindstreep. Nou, bij toen, de jeugd. Ja, toen op een gegeven moment. Marianne was niet te zien. En eerste jongetje, eerste prijs, tweede prijs. Vierde of vijfde komt Marianne aan. Die pakt de fiets, gooit ze over de streep heen. Wat is er, Marianne? Kan dat nou? Hij trapte zo zwaar. Had ze lek gereden, maar ze wist niet wat lek was, want dat had ze nog nooit meegemaakt. Dat was te nijdig. Je spelletjes doen thuis gewoon zelfs. Ja. Dat is eigenlijk hier niet. Ja, en zo. Daar moet je echt niet aan beginnen. Marianne is een aantal keren tweede geweest. En dan zei iedereen, Marianne, tweede is ook goed. Nou, dan kon ze wel, hè? Slaan. Ja, wel slaan, ja. Dat is voor haar niet goed. Dat durven wij niet meer te zeggen van, nee. Marianne, tweede is toch ook goed, want dan gaat er iets niet goed. Heren. Ça va? Ja. Zenuwachtig? Ja, verschrikkelijk. Hé? Verschrikkelijk. Rustig. Nou ja, nou, een beetje spanning natuurlijk. Maar ik kan altijd rustig blijven. Hè, dat, Maar het zou wel wat betekenen toch, als ze wint vandaag? Ja, het zou wel heel mooi zijn. Ja, nee, maar het is wel mooier. En, weer een ja, niet een, weer, gewoon maar, een st- ja. Op dit moment in Acadier weer een titel winnen. Dat is ja, ja, dat nee, zeker. Ja, een herstart. Ja. 14 seconden, jongens. Ik kan alleen niks zien hier. And I saw a green day. Postscherm. Oh, daar kunnen we. Ja, moet op het hoekje kunnen kijken eigenlijk. De Nederlandse Marianne Vos draagt de wereldkampioen Sanne Kanten met Annemarie Worsten daar in het wiel. Start is overleefd. Ja, ja, zonder problemen gelukkig. Zullen we die wereldkampioenschappen vijf keer op rij tweede wordt. Ja. Ja, iedereen zou er super trots mee en blij mee zijn. En wij waren er ook wel trots en blij mee. Ja, zij vonden niks. Ja. Maar dat is ja, de instelling, de drive. Ja. Heeft ze dat ook uitgestraald of met je overgebracht in de familie? Al wat wij doen is in ons oog eigenlijk vanzelfsprekend. In de schooltijd, Marianne was niet tevreden met een 8 als het een 9 had kunnen zijn. Altijd streven naar meer. Terwijl Anton een 6, voldoende, is goed. Die had hij. En dan om die allebei hetzelfde te beoordelen, dat viel soms niet mee. Hoe laat ga je op de rollen, Marianne? Iets na 1. Ja, ja, ja. En nou, belofte bezig? Ja. Zet je zo mijn fietsklap af? Ja. In de tent daar? Nog bepaalde rituelen, Marianne? Nou, spullen klaarmaken, bril, helm, pakje. Kijken of de nummers goed zitten. Welk nummer heb je? Nummer 10. Kijk. Ja. Heb je daar wat mee? Of? Nou, ik heb heel weinig met nummers. Ik heb altijd dusdanig iets met nummers dat iemand zegt van ja, dat is een ongeluksnummer, dan vind ik het mooi. Dan denk ik, nou, dat zal wel nog willen zien. Maar je hebt dus eigenlijk liever een ongeluksgetal om dan het tegendeel te bewijzen?
Ja. Ja. Nou ja, ik zeg wel, ik heb verder niet zoveel... Zit het een beetje in je? Met bijgeloof of wat dan ook. Maar ja, als iemand zegt dat het inderdaad een ongeluksgetal is, dan denk ik, nou... Zullen we wel eens zien, ja. Dus dat zit wel in me, denk ik, ja. Niks met bijgeloof, maar wel met geloof, toch? Ja. Ja, en dat doet meteen het bijgeloof ook teniet, want dan... ja. Ik bedoel, dan... Is bijgeloof iets waar je eigenlijk niet... ja, totaal niks mee hebt. Ik bedoel, dat gaat toch niet op. Nee. En is er dan wel plek voor het geloof en de topsport? Of zie je dat helemaal los van elkaar? Nee, dat is niet los van elkaar. Dat is in mijn leven verweven dat iedereen van ongelukken gespaard mag blijven. Dat is zeker iets wat ik, waar ik voor bid en waar ik om vraag. Maar ja, een prestatie vind ik daarin niet relevant. Kijk, natuurlijk, hè, je hebt een bepaalde aanleg en talent meegekregen. Daar probeer je het beste mee te doen. Het mooiste van te maken. Maar ja, ik zie daar niet in... ja, dat je nog een paar procent extra moet bidden of zo. Iedereen krijgt talenten mee. De een op het ene vlak en de ander op het andere vlak. En, ja, de vraag is altijd, kom je bij het vind je je grootste talent? Maar ik denk dat ik daar toch wel in ieder geval dichtbij ben. En dan, ja, dan is het mooi om dat op de beste manier te gebruiken, denk ik. Ja, je zit er eigenlijk bovenop, toch? Dan zit ik er misschien wel bovenop. Ja. Beetje, wanneer gebeurt dat? Is dat dagelijks of is dat... Ja, wel dagelijks. Ja. Sowieso door stil te staan bij bijvoorbeeld de maaltijden. Dat je die mogelijkheid daartoe hebt. En vooral eigenlijk 's avonds op het moment dat ik de dag overdenk. En vooruitkijk naar de dag van morgen. Door even stil te staan bij, ja, bij het geluk wat je hebt. Het leven wat je hebt. En bij... ja, in ieder geval het voedsel wat je dan weer voor je hebt. Maar niet alleen het voedsel, ook gewoon wat er is gebeurd die dag. Maar ik zeg al, daar heb je vaak, voor mezelf heb ik daar vaak dan 's avonds iets meer de rust in om daar echt de tijd voor te nemen. Ja. Om terug te denken en bij stil te staan. Het is wel een moment van bewustzijn en bewustwording. Dus eigenlijk denk ik dat voor iedereen wel goed zou kunnen zijn. Losstaand van wel of niet geloven in een god of niet. Ja. Dat je dus bewust bent van hetgeen wat je hebt en wat je daarmee doet en hoe je in het leven staat. Richting dat blokgedeelte, richting dat deel wat aan is gebracht hier op het terrein was Malen. De losse Rulde Mello zat, daar met Annemarie Bos, daar met Marianne Vos. Dan ook daar met Anne van Nooy, met Sonne Kamp, de draagster van de regenbondtrein. De Duitse mensen gaan door de Rulde Mello zand uit. Ja, dank je. Waar ben je het meest trots op tot nu toe? Op het hele oeuvre eigenlijk. Hè. Zolang bezig blijven en zolang die resultaten dan toch iedere keer weer terugkomen. Ja, dat is wel heel mooi. Hebben jullie daar misschien als ouders ook wel een aandeel in gehad? Ja, ach. Kijk, wij hebben voor Anton, ook, toen Anton nog fietsen en zo, ook gewoon... Hetzelfde gedaan als voor Marianne. We hebben in principe niks bijzonders gedaan. Want, ja, ik vind dat maar helemaal dat je dat doet voor je kinderen. Ja. En ja, we hebben gewoon wel geluk gehad dat er zo iemand uitspringt. Ja. Dat is gewoon alleen maar geluk hebben. En, ja, super mooi natuurlijk. Een aantal nou met zijn foto's bezig is. Ja, dat vind ik ook hartstikke mooi. Kijk, ik ben blij met Marianne's resultaten. Ja. Maar als Anton een foto van hem in de krant ziet, is dat ook... Is dat voor u net zo mooi? Ja. Dus ja, dat dan allemaal wel op een gegeven moment bij elkaar komt. Ja, schitterend. Andere oorzaak. Ja, volgens de pracht en... de bus.
Doeg, doeg. Succes, ik... Jij? Nee, dan, ik kom dan van die kant op. Ja. Doei. Die drive, die zit... Ja, die zit gewoon bij Marianne in de natuur. Ja. Die drive, die is gewoon echt iets van Marianne. Die zal misschien wel een mix van ons hebben. Maar die drive, die... Ja, dat zit volgens mij gewoon puur bij Marianne. Want wij hebben ze ook nooit hoeven stimuleren, alleen meer afremmen als kind. Ja goed, er kan natuurlijk van alles gebeuren, maar op een gegeven moment staat, later wel eens verteld, bij een aantal wedstrijden, wisten ze van tevoren dat ze gingen winnen. Maar niet de kleinste. Kon gewoon niet anders, het bestond niet anders. Het stond vast. Is dat veranderd? Nou, ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk door die periode, die ziekteperiode en overtraind periode, wel een knauw gekregen. Er zijn er altijd twijfels gekomen natuurlijk, maar ook bij haar. Van 2015, 16, van de overtraindheid. En, burn-out werd het genoemd? Ja, een soort burn-out. Ja. En van dan is, ja, is er niet, dan is, is ook bij haar ook natuurlijk de vrouw, is er niet beschadigd. En kom ik nog op het niveau terug en noem maar op. En ja, dat is ook een tijd twijfelachtig geweest natuurlijk. En, dus maar zo gewoon mogelijk gedaan, steeds. En ja, niet te veel nadruk daarop leggen. En, nee, ja. Want ook dan zoekt zij zelf al dingen. Ja. Ja. Als ze toch bezig gaan zijn. Zelf mee bezig. Ja. Het moeilijke lijkt mij in zo'n periode dat je niet zo goed weet wat er eigenlijk aan de hand is voor een lange tijd. Nou ja, dat is de twijfel. De twijfel en blijft het goed. En ja, net als ik zeg, eventueel de angst van zal het wel goed komen, zal het wel terugkomen en zo. Ja, die is altijd wel geweest natuurlijk, de tijd. Ja, het is bijna 1 uur. Ja, het is bijna 1 uur. Dat is melk op de rol en dan gaan we weer spullen klaarmaken. Tas. Dus ik ga er vandoor. Je moet hier naar achter, hè? En dan aan het eind rechts. Ja, oké, okay, doei. Ja? Ja. Nou. Doei. Nou was dit en nou was dat en het was weer zoeken naar... Ja, de lichaam was op. Ja. Die batterij was totaal leeg, die was helemaal leeg. Ja. En dan ging het. Nee, dat is. Ja, dat was wel heel. Ja, er kwamen allerlei ja, vervelende kwaaltjes stakken daar toen de kop op. Ja, dit is natuurlijk vooral voor haar een gigantisch moeilijke periode geweest. Ja. Mentaal, fysiek, van alles. En twijfels en. Ja, noem maar op. Was er een moment dat je haar ook moeilijk herkende? Ja, ze waren wel stiller en ja. Ja, maar ja, voor de rest viel het eigenlijk wel mee. Viel het eigenlijk allemaal wel mee. Ja, dat is wel eens meer. En daar is het toch gewoon zelf mee bezig. Daar wil een ander eigenlijk ook niet mee opzadelen. Stekt zich dan terug? Ja, min of meer wel. Ja. Ja, ja. Dan komen we de kant op. Oké, okay, Jan, kom op hè! Drie randen. Ik wel af, een beetje. Ja. Je was een beetje aan het. Nou, kwam het wel, maar een slecht start. Ja. Je kunt niet makkelijk goed maken hier hoor. Maar op het moment dat je ongerust was? Nee, dat ook weer niet. Nee. Hoe kwam dat? Ja, dat toch ook weer vertrouwen in hebben. Dat ze zelf weer bezig is en dat ze toch zelf op een of andere manier wel weer uitkomt. Ja. Ja. Dat is ook, ja, weer die kracht. Ja, ja. Ze kon de kracht zelf even niet meer vinden, maar u wist wel dat die kracht
Ja, dan kwamen ja, dan kom ik weer op geloof en weet ik er allerlei dingen waar ze het uithaalt. Ja. Dat is ook een punt waar ze kracht uithaalt. Is dus uit de tijd ja, we lezen, de Bijbel lezen, bidden. Ja, ik zeg, er zijn dingen, daar lopen wij ook niet zo mee te kopen, zo van Marianne, ook niet direct. En ik wil jou ook geen geloof aan praten en dat, zo werkt het bij ons niet. Dat zit gewoon in doen en laten. Ja. Ja. Van daarna leven en geen, we gaan nooit naar de kerk. Nee? Nee. Nee. Geen hoofd eraan. Nee. Maar het is meer in het algemeen, proberen na te leven en mensen te helpen en mensen te ondersteunen en weet ik het allemaal. Te zijn voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen en mijn ploeg. Ja. Dat zit gewoon. Ik denk dat er bij ons in zit. Ja. Het belangrijkste is bij ons naar die dingen leven. Ja. En hoe doe je dat? Ja, weet ik niet. Nee. Gewoon. Hoe doet u dat? Of hoe doet Marianne dat in je ogen? Marianne is daar misschien zelfs nog meer mee bezig dan wij. Is dat anders dan voor die periode dan? Nee. In die periode heeft ze dat kunnen gebruiken natuurlijk. Ja. En deze voor die tijd ook. Ja. Maar misschien dan iets anders. Ja. En nu kon het ervaren. Kom op, Marianne, let op. Worstkamp Vosbroek. Ja, worst werd goed, hoor. Ja, goed. Oké, Marianne, let op, hè. Het is lastig als vader om daarmee om te gaan in zo'n periode. Maar ik weet het niet. Dat het even tegen zat. Ja, dat is niet leuk. Maar goed, dan ben je weer als vader en je probeert gewoon rustig te blijven. En ook weer te zijn als er iets is voor haar. Maar niet, ja. Nou ja, had het niet meer teruggekomen, dan was het jammer geweest, dan was het over. Ja. Had u zich daar al bij neergelegd? Nou ja, ergens in mijn achterhoofd al wel. Ja. Van dan houden we het op. Het is heel mooi geweest. Dus dat Marianne nu eigenlijk weer in een herkenbare vorm lijkt te verkeren, komt eigenlijk voor u als een soort bonus? Eigenlijk wel. Ik zit zelf al in de bonus. Ja. Maar dit voor mij eigenlijk wel, ja. Dit is alleen maar weer heel mooi. Ja. Hey, wat heeft ze daarvan geleerd, denkt u? Om daar niet meer in te komen in zoiets? Ja, kijk eens, ik denk het wel dat ze nou wat dat betreft rustiger is geworden. Kom op, Marianne! Het kan zijn een zwak of ze gewoon een mindere dag, dat kan ook, hè. En de andere een betere dag en ja, dan. Dan houdt het op eventueel, maar ja, het kan nog veel makkelijker worden dan. Ja, ja, wel. Ja. Ongekend natuurlijk, hè, wat zij... Zij gepresteerd heeft. Ja. En iedere keer is het toch weer iets bijzonders, heel bijzonder. Ja. Ja, kijk, wat zij ervoor moet doen en het komt niks aangewaaid. Een heleboel mensen die denken, nou goed, die stinken af en toe op de fiets. En die zal dan de start in die wind. Dan leek het wel eens op. Maar dat is natuurlijk niet. Nee. Nee, dat is niet geweest. Waar heeft u de meeste respect voor dan? In dat opzicht? Ja, die komen weer op die drive terecht. En het genieten. Ze genieten ook van die wedstrijden. Dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk, genieten. Ja. Zij kan zo intens blij met een overwinning.
Ja. Maakt niet uit welke. Zij waren ook niet eens vanzelfsprekend. Dus als ze vandaag wint? Ja, dat is dan weer een stap, ook na die moeilijke periode. Weer iets afgesloten en een herstart, laat ik het zo zeggen. Dit is weer iets nieuws. Zou dat die betekenis ook hebben voor haar? Ja, min of meer een bewijs dat ze zo weer op de goede weg is. En was er nou weer alle die 2 jaar dat ze voor gedaan heeft. Dat het niet voor niks is en dat ze de hoop niet verloren is. En dat ze blijven bezig gebleven om toch weer op dit pijl terecht te komen. Ja, dat is... Hey. Gelukt dat, Marianne? Huh? Lukt dat zo? En mocht ze dat eventueel niet winnen en het is allemaal goed gegaan. En er is er dadelijk iemand sterker. Ja goed, dan is dat zo. Ja. En dan kan ze goed mee leven dan. Ja. Ja, ze maar ze moet geen domme fout gemaakt hebben, want dan komt er weer. Dan is ze niet te genieten voorlopig. Nee. Is ze kwaad op zichzelf, hè? Nooit op een ander. Ja. Ze zoeken altijd de dingen bij zichzelf. Is dat ook haar kwaliteit? Of? Ja, denk ik wel. Even de sleutel pakken hier. Kom op, Marianne! Kom op, Sanne! Kom op, Sanne! Hij zat niet goed te kijken, volgens mij. Ah, het wordt toch groot, hoor. Kom aan, Annemarie! Kom op, hè! Kom bij Anne! Kom aan, hè! Hij zit er. Oké, Annemarie! Kom aan, bij Anne! Kom aan! Derde. Weer een mooi. Hè? Dankjewel. Weer een. Zilver is goed. Ja, was het zilver of brons? Of? Nee, ze was zilver. Oh, toch? Ze was geen vol pet. Oké. Op de tweede plaats. En winnares van de zilveren medaille, Marianne Vos. Weer een podium, nog niet? Ja. Alleen maar tevreden zijn eigenlijk. Ik ga heel goed tegen verlies. Nou, even. Nou, nog even niet, denk ik. Nee? Ja, dat taak wel over. Hoor. Maar in het begin even. Nee. Was je wel vandaag top? Ik had wel op een hele goede dag gehoopt. Het was geen hele goede dag, het was gewoon een goede dag. Had je verwacht dat Annemarie zo goed zou zijn? Ja. Was ze in de trainingen ook al... Ja, wel. Nog heel even over de waarde trouwens. Het is zilver, maar ik weet niet wat jij met zilver moet doen. Gaat die in de hoek in? Of het geen goud is? Of staat deze nou ook voor, zeg maar, de comeback? Waar het eerder over had, dat niet. Nee. Dan had het goud moeten zijn. Nou, dan had hij ook niet voor de comeback gestaan. Die comeback klinkt leuk, maar het is 3 jaar geleden dat ik er even uit heb gelegen. Dus voor mij geldt het niet als een comeback. Zal je er opzij? Ja, oké. Okay. Pas erop. Marianne Proficiat. Super. Proficiat vadertje. Ja, dank u. Knap, hè? Kan je die fietsen dragen, even, Marianne? Nee, hoor. Oh, dat is jammer. Ik pak nog een chaperon uit. Marianne, kom binnen door.
We doen de tent heen, Marianne. Hey, Antje. Hey. Vader. Is niet echt blij, is wel. Oh, hè? Ik kwam heel kort. Hè? Doe je niks aan. Ja, nee, maar het is niet echt blij, geloof ik. Zo. Ja, dingen wel beter. Dus gaan we toch naar. Ik ga naar. Ja? Ja. Even kijken. Zullen we hier langs kunnen, denk ik wel, hè? Is dit dan ook genoeg voor om dat als een herstart te voelen waar we het over hadden? Nou ja, de gedeelte van de, of een onderdeel van de herstart. De vorm van de dag en allerlei dingen hangt daar aan af natuurlijk. Ja. Winnen of ja. Of niet winnen. Ja, ik wil het woord verliezen eigenlijk niet in mijn mond nemen, want ja, voor mij is geen verliezen. Hoe gaat het al terug? Zo, ja. Dat is niet echt. Nee? Oh ja, ik wist het niet. Het is niet goed zo bij. Nee. Dat ze denkt van laat maar of. Nee. Nee, dat zat gewoon niet meer in. Is dat eindje gegaan? Volgens mij wel. Ja. Ah. En wat zeg je dan? Als die moeder straks tegen je dochter. Niet veel. Tweede is geworden. Gefeliciteerd natuurlijk. Gewoon feliciteren en dan. Als ze en voor de rest niks. En als ze zelf gaat praten, dan geef je een antwoord en anders niks. En dan. Gaat ze daar douchen en dan gaat er wat zakken. Was het goed? Druk, hè? Nou, ontzaggelijk veel. Niet met chipolle dingen leven. Denk het niet. Wil je feliciteren? Ja hoor, dat mag. Ja. Ja. Zou je jezelf ook feliciteren? Nee, dat niet. Maar ja, je mag me wel feliciteren. Ja, op zich is natuurlijk zilver mooi, maar ja, ik had geen topdag en dat is jammer op een kampioenschap. Ja? Ja? Je zoekt het bij jezelf? Ja, nou ja, Annemarie was de beste, dus dan komt die titel haar ook toe. Maar je hoopt zelf gewoon op een hele goede dag. En dat was het niet. En ja, ik denk dat dan zilver wel het hoogste haalbare eruit heb gesleept. Ja. Ja, dan kan ik die fiets meenemen om wat schoon te maken. Dan zat je in een lekkere flow. Hoe valt dan dit voor jou? In de Nou, die flow die hou ik al vast. Dus ja. Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Nee. Dat is niet zomaar weg. Nee, natuurlijk niet. Nee, en ik bedoel, ik zit ook niet ver af. Hè. Ik hoef ook niet bij mezelf te raden of ik helemaal uit vorm of wat dan ook ben. Nee, absoluut niet. Ja, nee, juist dat je dat je zilver pakt op een EK en dan denkt, het had nog iets beter gekund. Ja, ik denk dat juist benadrukt op welk niveau ik sta. Dus dat je echt voor die eerste plek durft te gaan. Dat ook de ambitie is. Nou, even douchen. Ja, oké. Dus hoe lekker is dat? Dat je gewoon wel weer terug bent. Dat is heerlijk. Dat is mooi. Dan is topsport mooi om te bedrijven.